Hey, ik ben Jorik van de Online Drumschool en in deze video gaan we kijken naar rimshots. Oké, rimshots. We gaan het vel en de rand tegelijkertijd raken. Daardoor gebeurt er iets magisch met het volume en de sound van je snare drum, waardoor je een hele felle klap krijgt. Ideaal voor als je nog een schepje bovenop je normale snare drum sound wilt doen. Je doet dit door met de tip van je stok het vel te raken, terwijl het dikkere gedeelte van de stok de rand raakt. Dat is even zoeken in het begin. Je zult ongetwijfeld een paar keer alleen de rand of alleen het vel raken. Maak je geen zorgen, blijf doorgaan en dan gaat het zeker lukken. Het is belangrijk dat je snare drum niet te laag staat. Daarmee maak je het jezelf weer heel lastig om goede rimshots te spelen. In een andere video leg ik uit hoe je je snare drum en de rest van je set ideaal kan afstellen, dus die kun je zeker bekijken als je dat wil. Daarnaast is het handig om even te bedenken wanneer het goed is om rimshots te spelen. Deze slagen zijn namelijk feller en harder dan je gewone snare drum slagen, dus ideaal voor als je bijvoorbeeld in een rockband speelt, minder geschikt als je in een klein gezellig cafeetje op moet treden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle rimshots keihard hoeven zijn. Je kan ze ook zachter spelen, waardoor het met name impact op je sound heeft. Als extraatje kun je de sound van je rimshot veranderen door je stok te verplaatsen. Als je in het midden van je snare drum speelt, heb je een harde, felle klap. Hoe meer je naar de rand toe gaat, hoe opener je rimshot wordt. Door hiermee te experimenteren, ontdek je welke sound jij vet vindt, dus ga er vooral mee aan de slag. Ik hoop dat deze video je heeft geholpen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes en veel plezier met oefenen.